Op de Nationale Onderwijsbeurs in Utrecht staat de grote bus van de Wereldexpress. Julia en Bas, een ouder echtpaar, deden enthousiast folders uit. Wereldexpress, het is heel belangrijk dat u binnengaat. Een groep kinderen van de parkschool zijn ook op de beurs en gaan naar binnen. In de bus kunnen kinderen leren en ervaren dat anders zijn of jezelf durven zijn goed is. Waarbij de geschiedenis van Nederlands-Indië als achtergrond wordt gebruikt. Julia, Bas, weten jullie hoe laat het is? Het is 9:30. We moeten naar school toe. We zijn 20 minuten te laat. De juf wordt echt boos op ons. We rennen mee met jullie. Dan vertellen we gelijk ons verhaal. De kinderen renden terug naar school en ook Bas en Julia liepen zo snel als ze konden. Nou zeg, jullie zijn 22 minuten te laat. Dat is onze schuld, mevrouw. Wie bent u dan? Ik ben Julia en dit is mijn man Bas. We zullen uitleggen waarom we te laat zijn. Mijn naam is Bas en ik heb vroeger in Indonesië gewoond. Indonesië was vroeger een kolonie van Nederland. In 1942, het jaar van Bas en zijn verhaal, heette Indonesië nog anders, namelijk Nederlands-Indië. Er woonden toen ook veel Nederlandse families, zoals ook Bas, die daar samen woonde met zijn strenge ouders. Heb je het echt gezien? Ja hoor. Waren het Indonesische kinderen? Ja. Hallo papa, mama. Bas, ga eens even zitten. Wat is er, papa? Bas, ik heb gezien dat je met Indonesische kinderen hebt gespeeld. Ja, ik speel heel vaak met Julian en Iksan. Ik wil niet meer dat je met deze Indonesische kinderen speelt. Ja, je bent een Hollander, weet je dat? Ik blijf gewoon met ze spelen. Bas, je blijft hier. Ik blijf gewoon met Julia spelen. Wat moeten we met die jongen? In een eenvoudig huisje woonden de vriendjes van Bas. Zullen we naar Bas te huis gaan? Ja, ik heb Bas een hele tijd al niet gezien. Misschien mag hij van zijn ouders niet meer met ons spelen. Kom, we gaan gewoon naar Zuid toe. Iksan en Julia, die als kind een lichtere huidkleur had, ging naar het huis van Bas om te vragen of hij mocht komen spelen. Mag Bas komen spelen? Bas speelt niet met kinderen zoals jullie. Maar Bas liet zich niet tegenhouden door zijn ouders. Zo klom hij uit het raam om bij Julia te zijn. En als hij zag dat zijn ouders een middagdutje deden, liet hij zijn vrienden stiekem binnen. Mama, mama, slaap je? Kom maar binnen. In het begin deden ze dan rustige spelletjes, maar toen het al weken goed ging en zijn ouders diep sliepen, werden ze slordiger. Hey, kom maar binnen. Hey Bas, gaan we spelen? Ja. Wat is dat nou weer? Indonesische kinderen, wat doen die in mijn huis? Wat doen jullie hier in mijn huis? Wegwezen! Zijn er geen spullen toch weg? Zit er maar los in? Ja. Bas, we gaan je opduiken in de kamer. Hier kom jij. Bas werd in een kamer van het huis opgesloten. De Tweede Wereldoorlog was toen in Europa al 2 jaar bezig en Japan besloot samen te gaan vechten met de Duitsers en veroverde al snel Nederlands-Indië. Ook het huis van Bas was niet veilig. Ik hoop dat de Japanners hier niet komen. De Japanse soldaten staken het huis in brand waarin Bas nog steeds was opgesloten. Het huis van Bas staat in de brand. Julia, het meisje waar Bas van zijn ouders dus eigenlijk niet mee mocht spelen, zag het huis in brand staan en kwam gelijk in actie. Julia, hier! Bas! Bas! En zo ben ik dus gered door mijn vriendinnetje Julia. En ben ik later met haar getrouwd. Bas en Julia hopen dat andere mensen van hun verhaal leren.
En daarom werken zij ondanks hun hoge leeftijd mee aan de Wereldexpress. Omdat zij ook vinden dat kinderen samen met elkaar moeten spelen. Nou, ik vind het niet meer erg dat we een paar minuten te laat zijn. Dit is de belangrijkste les in jullie leven.